Akuj. En die krijgt geel. En dat betekent dat Dief Akuj de derde wedstrijd van Zuid-Afrika zal moeten missen. Dus hier is het niet bij tegen Frankrijk. Dat is niet zo'n ramp voor de Zuid-Afrikanen, want een speler als Dief Akuj, met alle respect, daar hebben ze er nog wel even twee van in de selectie.